Ja, ik ben sowieso trots op ze allebei dat ze een weloverwogen keuze maken. En, zeker. Ja, de appel valt ook niet ver van de bomen. Nee. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Op 6 juni waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ook in Bokstel ging men stemmen. U gaat stemmen? Ja, klopt. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind. Als je niet stemt, mag je ook niet mopperen. En als je wel stemt, kun je proberen wat te veranderen. U weet al waar u op gaat stemmen? Nou, ik zit nog een beetje in dubio. Dus dat gaat daar gebeuren dan? Dat gaat daar gebeuren. Ja, ik ben niet zo goed de keuzes maken. En dit is uw vriendin? Ja. En ja. Ze heeft u nog kunnen beïnvloeden of niet? Nou, ik had nog geprobeerd om een deeltje te sluiten. Als ik dan op die ene stem, stem jij op die andere. Maar... En kunnen we nog namen horen? Nou, dat hou ik voor mezelf. Okay. We zitten in hetzelfde hoekje, ja. Dus okay. Dat scheelt. Ik gok een beetje links. Ja, dat zou kunnen. Dankjewel. Ja, dat is geen stembijs. Dankjewel. Ja, even naar toch best lang. Ja, ik ben eruit gekomen. Ja? Dat is gelukt. Maar, ja. Zat u ter plekke nog te twijfelen? Een klein beetje. Het gaat heel goed. Ja. Opkomst is redelijk, dus we zijn zeer tevreden. Het is nu ongeveer 7 uur. Ik heb gelezen dat de opkomst iets hoger is dan de vorige keer. Landelijk. Dat zou best kunnen. We houden erbij en elke zoveel uur moeten we dat naar het gemeentehuis doorsturen. Dus, en wat is uw taak? Mijn taak is nu eventjes om de mensen de legitimatie te laten zien. Rijbewijs, paspoort. En dan gaat het gewoon. Gaat het naar de volgende? Door. Goedenavond. Goedenavond. En dan komen ze bij u? Dan komen ze bij mij inderdaad. En dan controleer ik of de nummers van de stembiljetten hierop staan of niet. Want dit is de lijst met de registratie ongeldige stempassen. En als het hier op staat, dan is het niet goed. En heeft u er al eentje meegemaakt vandaag? We hebben het nog niet meegemaakt. En de vorige verkiezing ook niet. Dus het komt zelf of nooit voor. Maar het moet wel gecontroleerd worden. En dan komen we bij u? Ja, ik neem de stempassen in. En in beslag? Ja, en ik reik de stembiljet uit. En dan gaan de mensen stemmen. Oké. En dan duwen ze in de stembus. En ik was hier toevallig vanmorgen om zelf te stemmen. Toen zat u er al. Ja, het zijn lange dagen. Het zijn hele lange dagen. Ja, wij zijn van 7 uur tot 's avonds 12 uur actief. Zo, maar wel iets lekkers tussendoor. Ja, ja, de burgemeester komt ook nog. Is ook geweest en die heeft dan heerlijke appelflappen gebracht. Kijk, succes nog. Ja, dank u wel. U bent, begrijp ik, de baas van het stembureau. De baas van het team hier, ja, klopt. Ik ben de voorzitter van het stembureau, dat klopt, ja. Ja. Allemaal vlot gegaan vandaag? Heel goed gegaan, ook onder elkaar. Het liep helemaal vlot vandaag, geen strubbelingen, niks. Prima gelopen, ja. Mooi. Tevreden. Kijk, moeder met dochter. Ja. Ik kom toch stemmen, moet je toch de dochter weer meenemen? Ja, die ligt wel later in bed nou, maar dat maakt niet uit. Maar waarom is het zo belangrijk voor u? Nou, Europa heeft flink al wat te bepalen. Dus, en er zijn grote vraagstukken op dit moment. Dus ja, daar moet voor gestemd worden hoe dat aangepakt wordt. Wat is voor u dan het belangrijkste punt in Europa? Voor mij is het klimaat. Namens, kijk ook naar mijn dochter die nog een heel leven voor zich heeft. Dan is het hoe wij dat hier aanpakken in Europa toch heel belangrijk. Dus, En wat doet u daar zelf aan? Ja, ik probeer zo duurzaam mogelijk te leven. Ik ben ook aardrijkskundedocent, dus ik probeer ook gewoon met mijn leerlingen zoveel mogelijk daarin bij te praten. Niet met vliegtuig op vakantie, zo min mogelijk vlees eten. Helemaal lukt me nog niet. Dus, mooie woorden. Succes met stemmen. Ja, dank u wel. U gaat bij de stemmen? Ja, dat is zeker. Ik, ja. Ik zag net de kinderen, maar die vlogen toen ze de camera zagen, vlogen ze de andere kant op. Ja, dat... Die gingen liever even niet op camera en ja, ik kan me ook wel iets wel voorstellen. Heeft u daar onderling over wat u gaat stemmen? Ja, daar hebben we het net tijdens het eten even over gehad. Ja. In ieder geval gezegd, maakt me niet uit wat je gaat stemmen, als je maar wel even in verdiept. En even aangeraden om de stemwijzer te doorlopen. Nou, maar gaat je toch te stemmen dat u denkt, ja, leuk. Denk het wel. Ja. Ik ben sowieso trots op ze allebei dat ze een weloverwogen keuze maken. Zeker. Ja, de appel valt ook niet ver van de bomen. Nee. U bent het beide ook eens? Ja. Mogen we weten waar u op stemt? Ja, wat zal ik zeggen? Ik stem GroenLinks PvdA.
En dat, daar sta ik 100% achter. U ook dan? Ik D66. Maar okay. Inderdaad ja. Ook. Een beetje als een tegenstem voor de PVV? Of? Ook een beetje wel, ja. Ik zou daar toch wel op uitkomen, maar nu nog meer, ja, precies. Ja, nou, succes met stemmen. Dankjewel, gaat goed. Komt goed, dankjewel.